Mijn vriendenboek van vroeger bepaalt mijn dag. Ik heb mijn oude vriendenboek gevonden waar de gekste dingen in staan. En alles wat hierin staat, moet ik gaan uitvoeren. Wat moet ik allemaal gaan doen en lukt het om al mijn dromen van vroeger waar te maken? Oh, oh, oh. Oepsie. Voordat we naar de zolder gaan om mijn oude vriendenboekje te zoeken, heb ik eerst iets heel leuks voor jullie. Als we de 15.000 duimpjes hier beneden halen, mogen een paar mensen mijn nieuwe vriendenboek gaan invullen. Ik mag het eindelijk aan jullie laten zien, want hier is ons nieuwe vriendenboek van Rutger, Thomas en Paco. Ik zou zeggen, laat je naam hier beneden in de reacties achter en ik ga gewoon een paar mensen uitkiezen die hierin voor mij mogen gaan schrijven. Later laat ik hier meer van zien, maar laten we eerst even naar de zolder gaan. Ik ben dus nu bij mijn ouders thuis, onderweg naar de zolder en hier ergens moet al mijn vriendenboekje zijn. Ergens in deze dozen ligt het. Volgens mij heb ik het al. En ik herken hem gelijk. Dit is mijn oude vriendenboekje. Weet je wat? Ik neem gewoon heel deze doos mee. Dan gaan we thuis kijken wat erin zit. Oké, laten we gaan kijken waar ik mijn dag mee moet gaan beginnen. Er ligt hier zoveel in van vroeger. Ach, ik zie hier al mijn vrienden van vroeger. Ik had toch vrienden. Oh, die foto. We gaan gewoon naar de allereerste vraag. En daar staat favoriete schoolvak. En volgens mij staat er knutselen. Goed, dat betekent dat ik deze video ga beginnen met knutselen. Nou, welkom in mijn knutselkamer. Het is heel lang geleden dat ik dit heb gedaan, dus ik ben benieuwd wat het resultaat gaat worden. Ik heb nog even mijn boekje gekeken en mijn lievelingskleur is groen. Dus ik heb even wat afgezocht en ik heb hele bijzondere knutselwerken gevonden. Zo kwam ik dit filmpje tegen en we gaan dus een kikker knutselen. Dit gaat zo dramatisch slecht worden. Stap 1. We moeten beginnen met een rondje knippen. Nou, laten we ondertussen anders gewoon verder gaan met alle andere dingen. Dan zien jullie door de video heen wat het resultaat gaat worden. Nou, Paak, jij bent ook wel heel nieuwsgierig, hè? Het is tijd voor het volgende ding. Ik ga gewoon mijn ogen dicht doen en iets aanwijzen. We gaan dit uitvoeren, de onderste. Favoriete sport? Ja, basketbal. Ik hoef niet eens te kijken. Dat was toen al basketbal. Dus dat betekent dat we gaan basketballen. Let's go. En daar sta ik. Ik ben helemaal klaar om te gaan basketballen. En ik vind dat ik minstens 3 keer moet gaan scoren. Dus laten we het gaan proberen. Ja! 2! 3! Nou, ik ben het toch niet helemaal verleerd. Laten we kijken wat we nu moeten gaan doen. Ja, ik weet eigenlijk al wat we gaan doen. Ik zag het vanmorgen al staan. Voor dit programma blijf ik thuis. Over 10 minuten begint mijn favoriete programma van vroeger, wat nu nog steeds op tv is. Daar gaan we. Een programma waar ik voor thuis blijf is de Kids Top 20 en laat ik nou net vandaag zelf te gast zijn. Mocht je kijken, ben je een beetje van mijn leeftijd, dan weet je dat ik dit keek toen Kim Lianne presenteerde. Stefanie doet het natuurlijk ook geweldig, maar daardoor was het wel mijn favoriete programma. Kon ik dit maar aan de kleine Thomas vertellen, want mijn droom is uitgekomen. We gaan het volgende ding zoeken en ik ga gewoon even naar de volgende pagina. En hier staat leukste stripfiguur, Pikachu. Kijk jongens, ik heb hier zelfs een hele verzameling van Pokémon. En volgens mij zijn het soort van Flippo's. Voor de kenners, is dit nog iets waard? Ik hoop het. Ik kan er niet omheen. Heel mijn viewpage staat vol met Pikachu in het Van Gogh Museum. Want daar is nu een tentoonstelling. Ik moet eerlijk toegeven, ik heb geen kaartjes. Maar laten we gewoon nu naar Amsterdam gaan om hopelijk daar Pikachu te spotten. Oh, mijn droom gaat uitkomen. En toen was ik in Amsterdam. Jongens, hierachter is dus het Van Gogh Museum en ik ga dus proberen iets van Pikachu te spotten. Ik hoop hem natuurlijk te ontmoeten. Of, nou ja, misschien kunnen we wel iets kopen van Pikachu. Het is zo populair hier dat eigenlijk alles volgens mij al uitverkocht is en er slapen echt mensen voor de deur. Maar eventjes alle credits hier naar Nina, ons productieassistent, want haar is het onderweg gelukt om tickets te fixen. We gaan naar binnen, let's go! Jongens, hier staat het. Vandaag uitverkocht. Die mevrouw heeft wel een gele jas, dus ik dacht even Pikachu, maar nee, het was er niet. Oh, ik heb nog nooit zo'n snelle draaideur gehad. Er waren hier dus allemaal Pikachu-spullen. Alles is uitverkocht, maar hey, kijk wat ik hier zie. Hier staat nog het een en ander en hier zie ik Pikachu, maar dat is niet de Pikachu die ik wil. Helaas heb ik mijn camera moeten inleveren, want die mocht niet meenemen, dus we gaan even op de telefoon verder. Ik heb deze net meegekregen, een soort van speurtocht voor alle kunst die hier is vanuit Pokémon. En ik heb dus gehoord, als je deze dus helemaal oplost, dan krijg je aan het einde van de rit een unieke Pokémon kaart. Dus ik ga nu mijn best doen, laten we even de speurtocht gaan doen en dan hoop ik zo meteen jullie de Pokémon kaart kunnen laten zien. Nou, perfect jongens, dit rondje. Zo, stap 1. Deze vouwen we dubbel, volgens de uitleg. En dan moet ik hier in het midden een klein gaatje knippen. Zo. Alleen is het niet helemaal het midden, maar goed. Ik zie hier heel veel schilderijen, maar ik zie geen Pikachu. Dus we moeten even op zoek gaan nog naar Pikachu. Oh, daar, aan die kant. Jongens, ik heb hem gevonden. Hier is hij hoor. Pikachu, eindelijk. Ik sta buiten in de rij om mijn kaart in te leveren. We hebben dus alles ingevuld. Mijn droom is al uitgekomen. Ik heb in ieder geval een foto met het schilderij. Maar ja, ik wil ook natuurlijk de Pokémon kaart hebben. Nou, daar gaat hij. Zo. Ja, wat komt eraan?
Oeh, dit is hem, jongens. Ja, jongens, ik ben weer buiten. En kijk eens wat ik hier heb. De Pikachu Pokémon kaart. Dus ik zou zeggen, kijk, we hebben Pikachu niet echt ontmoet. Maar ik heb de kaart en een foto met een bekende schilderij. Dus deze krijgt een vinkje. Dan is het nu tijd om te gaan kijken wat het volgende is wat ik moet gaan uitvoeren. Ik vind dit een hele opvallende vraag. Mijn grootste wens is, en wat ik hier heb ingevuld, dat ga je nooit geloven. Dat ik kan vliegen. Jongens, ik ga toch niet vliegen? Het regent ook nog. Ik moet nu dus iets gaan bedenken wat te maken heeft met vliegen. Ik moet vandaag mijn wens laten uitkomen. Even denken. Het is weer tijd voor jullie om Rutger te gaan pranken. Ik heb namelijk nu de abonneeteller verstopt tussen de knuffels van Paco. En die staat vlak bij Rutger zijn bureau. Elke keer als er 1000 abonnees bijkomen, dan gaat dus dit alarm af. En het blijft elke week lukken. Ik geef je 5 seconden de tijd om dat even te doen. 1, 2, 3, 4, 5. Als het goed is, is het nu gelukt. Het staat niet in mijn vriendenboek van vroeger, maar als ik nu een wens mag uitspreken, ja, vroeger was het vliegen, maar nu lijkt het me heel erg leuk om de 1 miljoen abonnees te halen en jullie kunnen die droom uit laten komen voor mij, dus wil je me erbij helpen, dan zou ik dat heel erg lief vinden, dankjewel. En toen waren we aan de andere kant van Amsterdam, want ik heb een idee en ik weet nu al dat ik hier heel veel spijt van ga krijgen. Hier achter mij staat een toren en misschien kan je het al zien, daar bovenop is een schommel en daar kan je mee boven de afgrond schommelen. En voor de mensen die al wat langer naar mij kijken, die weten dat ik extreme hoogtevrees heb. Maar ik ga mijn droom werkelijkheid maken. Ik vind dat vliegen genoeg, dus laten we het gaan doen. Nou, daar gaan we dan. We staan in de lift. Dit wil ik thuis ook. Ja, we zijn er bijna. Ja, we zijn er. En alsnog pak ik een stukje van de trap. Maar goed, we gaan nu naar buiten toe. En oh, ik zie al dat we heel hoog zijn. Ik word al helemaal misselijk. En ik moet nu al naar de wc. Het is echt niet oké. Dit is echt heel hoog, jongens. Ik kan dit echt niet. Oh, kijk, je kan nog hoger. Superleuk. Zo, check even dit uitzicht. Dit is wel echt heel erg mooi. Ik zie nu ook die afgrond. Jongens, ik durf dit toch niet? Waarom doen we dit ook weer? Ik laat niet alleen mijn dromen vandaag uitkomen, maar ik ga ook mijn angst overwinnen. Jullie gaan nooit geloven hoe mooi dit gaat worden. Ik ben nu al trots op mezelf. Nou, jongens, oordeel zelf. Wat vinden jullie van het eerste deel van mijn kikker? Dan tekenen we hier nog eventjes de soort van neusgaatjes en rode wangetjes. Geweldig, al zeg ik het zelf. Ja hoor, hier zijn de schommels. En kijk even waar je boven gaat schommelen. Gewoon deze afgrond. Ja, ik meen serieus dat ik op dit moment echt kotsmisselijk aan het worden ben. Ik wil dit helemaal niet. Ik durf niet. Nou jongens, ik ga erin zitten. Daar gaan we. Ik kan echt overgeven nu. Zo angstig. Ik ben voor hoogte. Oké, ik heb iemand gevonden die meegaat. Nina gaat met mij mee, want ik durf niet alleen. Het is heel erg. Nou, daar gaan we. Oh, ik durf niet. Oh, daar gaan we. Ja, oh, we gaan omhoog. Oh, dit is zo hoog. Ja, ik vlieg. Ja, yay. Oh. Kijk dan hoe hoog dit is. Ik hoop dat jullie dit goedkeuren als vliegen. Als dat zo is, dan heeft dit nu een vinkje. Ja, ik ben zo blij dat je meegaat. Je hebt echt mijn steun en toeverlaat vandaag. Ja, ik vind het ook wel mooi geweest hoor. Oh, is het afgelopen. Dag afgrond. Sorry voor alle mensen die hoogtevrees hebben die nu naar deze video kijken. Nou jongens, wij hebben het overleefd. Nu voel ik me ineens weer helemaal stoer. Ik maak nog even gebruik van dit hele mooie uitzichtpunt hier, want we gaan hier kijken wat mijn volgende opdracht is. Lievelingsdier. En hier staat dus, jij gelooft het nooit, mijn lievelingsdieren zijn altijd al, naast honden natuurlijk, pinguïns. Dus we gaan naar een dierentuin. Ik ga een pinguïn zoeken. Let's go. Ik zei het al aan het begin van deze video, maar wij hebben vanaf nu ons eigen vriendenboek. En dit is hem. Kijk even hoe leuk en gezellig dit eruit ziet. Ja, hij is echt super tof. En vanaf nu, vandaag, ligt hij in alle winkels in Nederland en België. En is hij overal online verkrijgbaar. Laten we de binnenkant bekijken. Kijk hoe leuk dit er alleen al uitziet. Er is natuurlijk plek voor jouzelf. Maar als verrassing hebben wij alle vriendenboekjes al ingevuld. Kijk hoe leuk. Thomas staat er ook in. En zelfs... Paco! Heel leuk. En daarnaast is er nog ruimte voor 38 andere vriendjes en vriendinnetjes of familieleden. Het kan allemaal. Je kan helemaal losgaan. Maar mocht je dus geen vrienden hebben, net zoals ik, dan staan wij er alvast in. Nee, maar het is super leuk als je dit later terugziet. Dat is zo... Ja, je hebt het vandaag gezien. Ja, net zoals ik het vandaag doe. Ja. En jij hebt het al gedaan, hè? Zeker. Maar dit video-idee komt natuurlijk van Rutger. Hij heeft het al eerder uitgevoerd, dus wil je dat later even zien, ga Rutgers video's ook even checken. Nou jongens, een fantastische dag om naar de dierentuin te gaan. Het regent echt super hard. Maar we zijn dus nu in de dierentuin. Al zie ik nog geen dieren, maar we gaan dus op zoek hier naar de pinguïns. En ik volg gewoon het bordje pinguïns. Ja, hoe moeilijk kan het zijn? Kijk daar, twee apen, jongens. Maar ja, ik had geen aap opgeschreven in mijn vriendenboekje. Ja, we zijn dus echt op zoek naar die pinguïns. Nina, zie je al een pinguïn? Nee.
Ja, jongens, ik zie ze, de pingwinks. Kijk dan, daar zijn ze. Oh, ze gaan allemaal zwemmen. Kijk even hoe schattig dit eruit ziet. Als jullie nu niet meer snappen dat naast Paco de pingwinks mijn favoriete dier is, ja, dan weet ik het ook niet meer. Ik zou zeggen, een vinkje, want deze wens van mijn kleine Thomas is ook uitgekomen. Natuurlijk is het tong rood, dus we knippen hier even een stuk vanaf. Ik heb geen idee waar ik mee bezig ben, maar goed, we doen gewoon wat het filmpje zegt. Vouwen deze even dubbel en vervolgens plakken we deze dicht. En nu moeten we het gaan oprollen. Voordat we de tong hierin gaan bevestigen, moet ik eerst nog poten maken. Weet je wat, om het even helemaal compleet te maken, er is hier een shop. Laten we op zoek gaan naar een pingwinknuffel. Een pingwinknuffel, die nemen we mee. Ik wilde eigenlijk zeggen, toen ik heel jong was, vond ik dit echt helemaal geweldig, maar ik vind het nu nog net zo leuk. Het is even tijd voor een koffiepauze, dus ik heb een gezellig koffietentje gevonden. Dat is niet iets wat ik vroeger eigenlijk heel graag wilde drinken, maar nu lust ik het wel. Ondertussen ga ik iets uitvoeren wat weer in het boekje staat. En ik had natuurlijk mijn favoriete schoolvak en dat is knutselen. Maar we hebben hier ook mijn saaiste les. En mijn saaiste les, misschien voel je me aankomen, laat zelf even weten wat jouw saaiste les was hier in de reacties. Mijne was natuurlijk rekenen. Dus ik ga nu een rekentoets maken. Het is voor het niveau van groep 5, dus ik hoop dat ik het kan. 4 min 3, nou dat is 1. Hé, 1 goeie. 7 plus 1, dat is 8. Oh, ik ga hier veel makkelijker doorheen dan vroeger. En de allerlaatste, een hele lastige. 8 min 0 is, nou nog steeds 8. Hoppakee. Ik heb een 10 goed en 0 fout. Heel trots op mezelf, ik verdien die koffie. Ik ga gewoon weer even wat leuks uitkiezen. Even kijken. Dit is een leuke, maar een hele erge. De vraag is als volgt. Deze cadeautjes ontvang ik met open armen en je gelooft nooit wat ik daar heb opgeschreven. Gratis winkelen. Ik ga 1 minuut ergens gratis winkelen. Laten we een winkel gaan zoeken. Er zijn hier natuurlijk heel veel winkels, maar ik wil even een winkel kiezen waar ik zelf ook gek op ben. Ik denk dat ik al een idee heb waar ik heen wil. Hier links zit een hele leuke winkel met heel veel verschillende spullen, dus laten we gewoon daar een minuut gratis gaan winkelen. Ik ben benieuwd wat ik allemaal ga meenemen. Let's go. Oh, ik zie heel veel leuke spullen. Nou, laten we de blinddoek op gaan doen en dan gaan we een minuut zo in. De minuut heb ik hier klaarstaan. Eerst even de blinddoek op. Oh, ik zie echt helemaal niks meer. Daar gaan we in 3, 2, 1. Oké, oeh, ik heb geen idee wat hier allemaal staat. We pakken gewoon iets. Ik weet niet wat het is. We nemen dit mee. Ik ben bang dat ik ergens tegenaan ga lopen. Wat is dit? Ik heb geen... Het voelt allemaal heel raar dit. Is hier nog iets? Oh, hier is iets. Ja. Oh, karton voelt het. We gaan voor... Oepsie. Ik ga dat betalen. Geen zorgen. Oh, wat erg, jongens. Even kijken. Wat is hier? Oh, wat is dit? Ja, oké. Deze nemen we mee. Wat hebben we hier nog? Oh, ik neem dit ook mee. Hoe lang heb ik nog? Oké. En deze gaan we nog doen. Volgens mij is het een knuffel. En dan gaan we voor dit. En de tijd is om. Wat is dit? Ik heb hier een soort van staf of zo. Iets om te haken. Oh, een eventkalender. Dat is wel leuk. Een beetje vroeg, maakt niet uit. Ach, deze is voor Paco. Een soort valkentje. Een heksenhoed. Heel leuk voor Halloween. Rozenkransje. Het past wel bij mijn trui. En een piñata waar al 2 deuken in zitten. Volgens mij is dat hier ergens misgegaan. Goed, laten we deze ook even meenemen. En eventjes vergoeden wat ik net kapot heb gemaakt. Sorry, jongens. Nou, laten we gaan kijken wat de schade is. Ik ben heel benieuwd hoeveel dit gaat kosten. Het wordt 61 euro. Ik vind het, eerlijk gezegd, meevallen. Het is wel eens erger geweest. Oh, jongens, ik ben zo blij dat ik deze winkel uit ben. Ik heb 1000 maal mijn excuses aangeboden. Maar dit was zo ongemakkelijk. Ik heb gewoon allemaal dingen kapot gegooid. Natuurlijk heb ik hier wel gewoon voor betaald. Dus ik hoop dat ze me nog een beetje leuk vinden daar. Maar goed, mijn kinderdroom is uitgekomen. Dus deze krijgt een vinkje. Laten we doorgaan naar het volgende. Ik ben even langs de weg gestopt, want ik heb behoorlijke trek gekregen. En laten we kijken wat mijn favoriete maaltijd was. Het lekkerste eten. Hamburgers en fristie. Een hele specifieke combi ook. En ik heb wel al een idee met wie ik dit wil gaan eten. Hoi, ja, mag ik 2 keer een veggie burger en 2 keer een losse fristie? Kan dat? 2 keer losse fristie, natuurlijk kan dat. Ga er nog eens. Yes, dat was het, dankjewel. Ja hoor, daar is het. Nu op naar een heel belangrijk persoon. En ik sta voor iemands deur, want als je eventjes goed in mijn boekje kijkt, hier staat mijn beste vriendin is Marleen. Laat dat nou nog steeds mijn beste vriendin zijn. Dus ik ga mijn favoriete maaltijd van vroeger met mijn beste vriendin Marleen eten. Ik ga haar verrassen. Ik hoop dat ze het leuk vindt. Nou, ik hoop dat ze open wil doen. Yes! Kijk eens wie hier is. Kom maar binnen! Marleen!
Nou jongens, dit is dus mijn beste vriendin Marleen. En ja, weet je, oké, hou even vast. Jij staat dus in mijn vriendenboekje als mijn beste vriendin. Mijn favoriete eten in mijn boekje is dus een hamburger met fristie. Dus ik wil dat samen met jou gaan eten. Gezellig. Gezellig, hè? Ja. Oh nee, jongens, ik doe dus die zak open en ze zijn gewoon mijn fristie vergeten. Ik bestelde het wel, jullie hebben het gehoord. Nou ja, goed. Mijn dag niet helemaal compleet, maar we hebben wel hamburgers. Eet smakelijk. Het al papier op. En dan bevestigen we nu de tong eraan. Zo jongens, dit is dus het eindresultaat van mijn kikker. Maar het allerbelangrijkste, werkt die? Laten we even hierop gaan blazen en dan moet er dus een tong uitkomen. Hij deed het! Alleen volgens mij is de bedoeling dat hij teruggaat. Nou ja goed, ik heb mijn wens in vervulling laten gaan. Ik heb vandaag mijn favoriete vak uitgeoefend. Een vinkje. En ik ben weer heerlijk thuis na een hele leuke dag. Het is tijd voor het laatste dingetje wat in mijn vriendenboek staat. Namelijk spannendste spel. En kijk eens wat hier staat. Ik geef ons even een hint. Mario Kart. Dan gaan we deze dicht doen. En ik wil de jonge Thomas hier heel erg voor bedanken. Want het was een hele leuke, maar best wel gekke dag. Alles staat in de startblokken om te beginnen. Maar voordat ik ga beginnen wil ik jullie vragen om een duimpje omhoog te doen als je het een hele leuke video vond. Wil je meer weten over ons vriendenboekje? Kijk dan eventjes hier beneden. Ik zie jullie volgende week dinsdag weer met een splinternieuwe video. Doei!